een sterke vrouw die echt heel goed voor me gezorgd heeft, maar dat het niet altijd even makkelijk was. Nee, want ze vertelde mij dat toen jij 10 jaar was, jouw grootste fan, jouw vader, overleed. En dat dat wel behoorlijk wat impact heeft gehad. Ja, dat heeft behoorlijk impact gehad. Niet toen het zeg maar net gebeurde, maar ja, naarmate ik wat ouder ben, begon ik het wel te realiseren. En realiseerde ik gewoon dat ik mijn vader nooit meer zag. En ja, dat is wel echt hard voor een hele jonge jongen die eigenlijk nog niet zoveel heeft meegemaakt in het wereld. En nee. Dat je op zo'n jonge leeftijd je vader verliest, dat is echt pijnlijk. Ja, dat begrijp ik. Ja. Je moeder vertelde dat jij niet destijds bij de begrafenis kon zijn van je vader. Ja, je komt klopt. Uit een gezin van 9. En jullie waren niet zo bemiddeld dat alle kinderen mee konden naar Marokko. Klopt. Maar ze heeft jou op 14-jarige leeftijd toch meegenomen naar het graf van jouw vader. Ja, ze heeft me toch meegenomen, ja. En op dat moment begin je het echt te realiseren van hij ligt daar en hij zal er voor altijd blijven liggen. En, ja. En ik herken nog dat ze tegen me zei van ga er 100% voor, want hij kijkt mee en doe het voor hem. Ja. En op dat moment was het ook echt dat ik dacht van ik ga het doen. Ja. Alleen dan kom je terug in Nederland en dan gaan de jaren een beetje voorbij en dan dan merk je wel dat je er niet echt goed mee kan omgaan. Hey Hakim, nog heel even terug. Want je vertelde me dat je op 14-jarige leeftijd ben je het gezin heb je verlaten. Dat klinkt een beetje gek, maar je hebt toen een gastgezin gekregen. Ja. Omdat je voetbalde op dat moment bij Heerenveen. En je kon niet elke dag terug naar huis. Vertel eens even, hoe was dat om in een gastgezin te moeten zijn als 14-jarige? Ja, dat was wel even wennen. Dat was wel best wel lastig. Dat je als jonge jongen natuurlijk vroeg uit huis gaat. Ja. En dat was in het begin heel erg wennen. Best wel heimwee en je mist je familie. Ja. En ondanks dat ik wel enorm goed ben opgevangen door de familie zelf. Ja. Maar ja, het voelt niet als thuis natuurlijk. Nee. En dat was in het begin wel even lastig. En op een gegeven moment weet je er wel een beetje aan, maar je mist echt gewoon het warmte van huis. Ja. Dat mis je gewoon. Heb je ook wel eens eenzaam gevoeld? Ja, dat heb ik me ook wel eens gevoeld, ja. Ja. Ondanks dat ik, zoals ik net al zei, enorm goed ben omgevangen, dan je voelt je op sommige momenten toch wel echt eenzaam. Ja. Op het moment dat je teruggaat naar de gastgezin, dat je vanuit Dronten naar Heerenveen gaat en dat je onderweg... Als je onderweg denkt van, daar gaan we weer. Ja. En, die heb ik wel heel vaak gehad. Had dat ook te maken met dat je daarin nog niet echt je draai kon vinden?